Een optreden met een biertje in de hand bijwonen tussen de kratjes bier en studieboeken. Of een theatercollectief aan de eettafel. Bij het studentenkamerfestival StukaFest worden de kleine studentenkamers omgetoverd tot mini-theaters of concertzalen. Eigenlijk de ronde zelf heb ik nog nooit meegemaakt, dus voor mij is het ook allemaal nieuw. Ja, en zometeen, jullie zijn hier met z'n drieën. Als het dadelijk voorbij is, moeten jullie dan ook alles weer opruimen? Of, Nou, we hebben één vrijwillige meisje over de vloer. Die gaat, gaat opruimen. Die gaat alles opruimen, ja, dus dat komt helemaal goed. Na een half uur geluisterd te hebben naar de klanken van Oliver Alexander, zat het concert er alweer op. Het was tijd om naar een andere studentenkamer te gaan voor een voorstelling van theatercollectief Het Zwarte Schaap. Mijn naam is Rutger. En ik hou van eierenkoeken. Deze woonkamer hebben we onze voorstelling wel iets moeten ombouwen om het mogelijk te kunnen maken. Maar ik vond het wel, nu hebben we het twee keer gedaan, ik vind het wel heel tof. Want je krijgt toch wel heel erg veel, ook gevoelsmatig door. Omdat er zit in hetzelfde licht natuurlijk. En je ziet de mensen echt, je zit bijna op de huid van de mensen. En dat is wel heel bijzonder om mee te maken. We zijn altijd wel zenuwachtig natuurlijk. In deze setting is het nog net even wat anders om in te spelen. Maar nu hebben we het twee keer gedaan. Dus nu weten we hoe dit huis werkt en hoe wij zelf hierin moeten werken. Dus dat komt nu goed. Twee rondes gehad en er was er nog één te gaan. De Rotterdamse reggae-artiest Raz Motivated sloot de avond af in een studentenkamer aan de Koolhaven. Ik vind het geen type studentenfeestje, nee. Wel veel bier. Er is wel veel bier, ja. Ik vond het lekker bier. Maar het is wel heel wat anders eigenlijk. Morgen gewoon weer vroeg in de schoolbanken? Ja, dat wordt wel vroeg op. Ik denk wekkertje op 6:30. Dus. Just give it one more try.